Joey, ik heb heel veel mensen gesproken. Zeg maar wat je zeggen wil. Ja, ik heb hem zelf nog niet teruggezien, maar ik weet niet of jullie hem hebben. Hebben we hem, jongens? De penalty, de aanleiding? Even kijken. Jullie zoeken hem op, denk ik, hè? Ja, komt hij, Joey. Nou, maar dit is... ik vind het... Je staat te lachen. Ah, dit is toch schandalig, serieus. Echt schandalig, dit. Hoe kan het nou dat zo'n scheidsrechter niet zelf even gaat kijken? Ik vind het echt ongelooflijk, serieus. Wij worden gewoon weer genaaid. Als hij het zelf niet ziet, dan moet je naar de kant geroepen worden. Nou hoor ik van mensen die er echt heel voor doorgestudeerd hebben... dat in dit soort situaties de VAR een scheidsrechter niet mag roepen. Maar dan had ik het toch maar gedaan. Nou ja, het gaat wel ergens om op dit moment. En ja, als wij 3 punten hadden gehad, dan hadden we nu 2 punten van Ajax afgestaan... met nog 2 wedstrijden. Dus ik denk dat je daar ook wel even over na moet denken in zo'n situatie. De beste man die... volgens mij floot hij niet eens voor een penalty. Hij ging gelijk contact zoeken met de VAR. En toen uiteindelijk kwamen er 6 Feyenoord-spelers op hem af. Oh, hij heeft niet direct gefloten voor een penalty? Nee, hij floot niet direct. En uiteindelijk komen er 6 spelers op hem af. En hij zegt wacht, wacht. En ineens zegt hij penalty. Ah, echt, als je dit ziet, echt schandalig. Echt waar, niet te geloven. Ja, ik denk, doe Joey even na afloop. Want ik zag een paar heerlijke crossballen, een paar heerlijke assists. Maar doe de boek maar even dicht, hè. Nee, weet je, uiteindelijk is dat lekker voor jezelf. Maar als het dan zo afloopt, dan is het helemaal niet belangrijk. En is het gewoon een kutmiddag. Dankjewel.